Sparta is een mooie club en het is natuurlijk een mooie kans om te mogen verlengen. Maar ja, wat ik al zeg, je denkt er wel eens over na. Maar er is natuurlijk in deze tijd wel een beetje soort van crisis. Dus, en in de voetbalwereld is het ook niet al te best nu. Maar nee, ik ben blij dat ik hem mogen verlengen. En een stukje zekerheid is natuurlijk ook altijd wel fijn. Dirk Abels, laten we maar met het belangrijkste nieuws beginnen. Je bent nog 2 jaar langer Spartaan. Dat lijkt me in te houden dat je het hier enorm naar je zin hebt. Ja, zeker. Nee, ik ben blij dat ik heb kunnen verlengen. En ik voel me thuis hier. Dus, en Sparta is natuurlijk een mooie club en we doen het goed. Dus ja, blij dat ik mocht verlengen. Heeft het enkel alleen met het goede spel van je te maken? Want je bent vaste basisspeler of zeg je ja, alles rond de club en misschien ook de stad. Zorg ervoor dat ik in deze omgeving de komende jaren wil vertoeven. Ja, precies zoals je het zegt, denk ik. Wat ik al zei, ik voel me thuis. Natuurlijk heeft de basisplek er ook al mee te maken. Maar ook gewoon de manier van spelen, de club zelf. Ik vind dat het goed bij me past. En ja, alles om me heen is eigenlijk het goede plaatje. Dus, ja. Nu zijn er vaak transfervrije spelers die ja, zichzelf toch nog wel even willen vermarkten. En misschien hopen op een buitenlands avontuur. Je was misschien wel interessant geweest komende zomer als basisspeler van een middenmotor in de Eredivisie. Zijn er toch ook afwegingen geweest? In deze? Nou ja, je denkt er af en toe wel over na, maar ik denk, wat ik al zeg, Sparta is een mooie club en het is natuurlijk een mooie kans om te mogen verlengen. Maar ja, wat ik al zeg, je denkt er wel eens over na, maar er is natuurlijk in deze tijd wel een beetje soort van crisis. Dus, en in de voetbalwereld is het ook niet al te best nu. Maar nee, ik ben blij dat ik hem mogen verlengen en een stukje zekerheid is natuurlijk ook altijd wel fijn. Is er ook een mooi plaatje geschetst dat deze club ook verder wil? 2 jaar geleden nog in de eerste divisie, maar ik kan me voorstellen dat deze club stappen wil maken. Heb jij ook het vertrouwen dat Sparta rond deze positie de komende jaren kan blijven voetballen? Ja, ik denk het wel. Als je ziet waar we vandaan zijn gekomen. Ik ben gekomen in de winter toen we nog in de keukenkampioendivisie speelden. Toen zijn we gelijk gepromoveerd. En dat was ook het plan wat ik in mijn hoofd had toen ik hierheen kwam. En vanuit daar zijn we eigenlijk gaan kijken naar een stabiele eredivisionist. Dus ik denk dat het hoe we het nu doen, als we dit zo kunnen vasthouden, zeker kunnen laten zien, ja. Je hebt jarenlang in de jeugdopleiding van PSV gezeten. Dan zal het ongetwijfeld een droom zijn geweest ooit PSV 1 te halen. Blijft die droom toch nog altijd van kracht, via een omweg misschien? Ja, nou ja, ik ben er op dit moment niet heel erg mee bezig. Maar het is natuurlijk altijd mooi om op een heel hoog niveau te gaan voetballen. En ja, laten we eerlijk zijn, PSV is natuurlijk een stapje hoger dan Sparta. Natuurlijk droom je er altijd van. Maar daar ben ik op dit moment niet heel erg mee bezig. Ik ben blij dat ik hem mogen verlengen. En ja, de focus ligt vooral hier bij Sparta nu. Want op dit moment ben je onomstreden basisspeler. Tegen AZ kwam je erin, scoorde je ook. Sindsdien niet meer uit het elftal geweest. Maar daarvoor ja, was er wel wat twijfel. Hoe heb je ervoor gezorgd dat jij nu onomstreden is? Is er wat veranderd? Nou ja, ik denk dat ik sowieso een persoon en een speler ben die altijd hard blijft werken. En zoals je ziet, als je dan kwaliteit brengt, ook al val je in, dan wordt het uiteindelijk beloond. En zo zie je nu ook maar. Dan is het de bedoeling dat je blijft presteren. En ik denk dat we het met z'n allen als team heel goed doen. En als we het zo vol kunnen houden, dan komt er misschien nog iets moois uit. Ik denk dat heel weinig mensen hadden gedacht dat halverwege deze competitie jullie boven Utrecht zouden staan. Dat is op dit moment het geval, op doelsaldo. En ongetwijfeld na zondag hopen jullie nog steeds zo. Ja. Maar waarom wordt het wel een lastige uitwedstrijd? Ja, Utrecht is natuurlijk een hele voetballende ploeg. Die hebben goede individuele spelers. En die zullen wel het spel gaan maken. Maar ik denk dat als wij in deze vorm ons plan kunnen trekken. En hun een beetje op de analyses, vanuitgaan van hun analyses, dat we hun wel pijn kunnen doen. En voetballende spelers houden we vaak niet van om te verdedigen. Dus ik denk dat misschien wel een zwakte is van hun. Ja, de laatste 4 uitwedstrijden ook gewoon gewonnen. Waar jullie thuis dan de laatste 2, weliswaar Feyenoord PSV verloren. Is dat nog een houvast dat jullie op dit moment je toch ja, lekker lijken te voelen in uitwedstrijden? Ja, tuurlijk. Ik denk de afgelopen jaren was Sparta en uitwedstrijden niet helemaal goed. Maar ik denk dat we nu hebben kunnen laten zien dat uitwedstrijden voor ons ook gewoon te winnen zijn. En wat ik al zeg, we draaien als ploeg gewoon goed. En we voelen elkaar goed aan en iedereen is hard aan het werken. Dus ik denk dat alles mogelijk is.